Goedemiddag allemaal, vrienden ondernemers, met vooral nadruk op vrienden. Jullie ondersteunen een heel mooi programma, de Go4Slam. De spelers, de talenten die zich uiteindelijk willen manifesteren op het hoogste podium, het spelen van de Grand Slams. En zoals jullie weten is heel de sportwereld op onhold gezet. Niemand die uiteindelijk iets of mag doen. En dat telt ook voor Bart en Jip. Is het zo dat Bart en Jip helemaal stilzitten? Nee. Die jongens hebben gewoon een programma opgepakt, vooral fysiek. En hebben ze ook de weg ontdekt naar wat privébaantjes. Waar ze af en toe een balletje kunnen slaan. Maar dat eigenlijk met als doel om vooral als eenmaal weer het programma opgestart kan worden. Dat ze in ieder geval geen blaarvorming hebben. Op het moment dat ze weer de baan opgaan. In ieder geval, ze zitten niet stil. Ik zal straks een filmpje opsturen wat ik wel impressive vond van Jip. En dat moet allemaal vanuit hunzelf komen. Ik weet wel, Bart zoekt af en toe Kevin op. Jip koos ervoor om het alleen te doen. En dat zegt toch heel veel van de spelers. Hè? Dat ze dat allemaal zelfstandig op zoek gaan naar hun uren. Want dat betekent echt dat het vanuit het hart komt. En dat ze echt willen slagen. En ik... Ja goed, ik heb tijd gehad om mijn tuin te doen. Daarom zit ik gewoon even lekker buiten. En dan laat ik jullie bewonderen naar mijn mooie heg. En mijn gesnoeide pergola. Maar goed, eerst volgende keer dat we elkaar gaan zien. Is 23 april. Zal even een vraagteken zijn. Hopelijk. Zal heel fijn zijn, heel mooi zijn. Nogmaals, dank je voor je support. Wij willen jullie graag op de hoogte houden. En bij deze vond ik het even een mooi momentje. Fijne middag. Het zonnetje schijnt, geniet ervan.